Boyertown on coin. Gamescom, we gaan weer dingen doen. Bedrijfjes fixen, games spelen, alles! Het is lekker warm. Het is helemaal niet lekker warm. Rick gaat echt geld pakken. Hij is gek. Dit doe je echt niet. Dit is echt fucking warm. Dit is voor de serie. Dit is voor de video. Doe het voor de video. Doe het voor de video. Wat fuck jou? Oh ja, Rick heeft wel de poeder in zijn haar van André Lon. Dus jij bent het waard. Bedankt André. Dus ik heb zojuist een nieuwe Rick's avonturen opgenomen. En wat heb jij hier gedaan, Gamescom? Ik heb zaken gedaan net voor Rick's avonturen. En ging het een beetje goed? Nee. Oh. Nee. Dat moet ze maar zien, hè? Ja, moet je maar zien. Ik heb geen idee wanneer het online komt. Waarschijnlijk maandag. Waarschijnlijk maandag online, meestal. Rick's avonturen. Is het maandag nog niet goed? Ja hoor. Ja, sorry, ik moet even checken. Maandag. En we gaan nu ondertussen naar Bethesda toe. Yes! Want wij gaan de Fallout 4 checken! Alright, we hebben gisteren wel een presentatie gezien. Ja. Weet je de mensen dat? Hebben we dat ooit gezegd? We hebben gisteren een presentatie gezien van Fallout 4, gewoon op de entertainmentplaats. Wel voor de normale mensen, niet bekende YouTubers. En we hopen dus dat dit niet hetzelfde is wat we zo meteen gaan zien, want dat zou heel zonde zijn. Inderdaad. Ik kijk al fucking lang uit naar zo meteen wat we bevestigd gaan zien. Als het hetzelfde is, is dat balen. Ja! We zijn op de beursvloer en vandaag is het fucking druk. Allemaal mensen, het entertainment gedeelte is begonnen. We gaan wat eten buiten en wat gaan we eten? Braadworst. Braadworst. Het is fucking druk, man. Kijk eventjes. Het is gewoon niet oké. Het is gewoon niet oké. Er wordt ook nog gesegregeerd hier zo. Gesegregeerd hier zo, segregatie. Gewoon niet oké dit. Er worden gewoon hokjes geduwd hier. Hokjesmaatschappij. Zo begon de Tweede Wereldoorlog. Wederom is Banja daar weer aan het eten, dames en heren. Op dag 2 van Gamescom. Dat moet ook gebeuren. Het is zo warm. Rick krijgt pakken veel bitches met zijn geldpak. Ja, hij is een lekker broodje. En dit ook broodje. Maar het was wel lekker, hij is goed te doen. Ja, hij is goed. We gaan hem nu opeten. Ik heb nu honger. We zitten ondertussen weer in die zelfboer. Rick is even gaan plassen en daar zit Jordi. Hey Jordi. Hij is in gesprek. Hij is die zaken aan het regelen, die jongen. Hij is die businessman. Dus voor mij verstoor ik zojuist niet. Het is weer geheim ofzo, jullie mogen het niet weten. Sorry jongens. En daar zitten we dan bij de Ubisoft booth. Wij gaan zo meteen voor Rick een video opnemen voor zijn kanaal en op dat van Ubisoft. Wat ga je allemaal spelen, Rick? Ik ga Assassin's Creed spelen. Met gameplay, dat is super chill. Ik heb gewoon Assassin's Creed gameplay op mijn kanaal. Ik ga gewoon hier live een let's play doen van Syndicate demo, I guess. Ja. Ik weet niet hoe je het beter kan worden en een uur lang de game spelen. Wat ga je nog meer spelen? En Trackmania. Trackmania. Dat was altijd nice. En Jordi is hier ondertussen met een developer van Assassin's Creed. Dat is onze Jordi. Hij probeert altijd die mannen te fixen, die games maken. Jordi fixt mannen. Jordi is een beetje homo. We hebben net Assassin's Creed, hoe heet die ook weer? Syndicate. Gespeeld. En al die gameplay staat nu op deze stick. USB 3.0, 32 gigabyte. En daar kunnen we vast iets leuks mee doen. Hoop ik. We zijn klaar bij Ubisoft. Rick heeft zijn video opgenomen. We hebben een beetje Trackmania gespeeld. Een beetje Assassin's Creed, een beetje van alles. En goeie, nu goeie gaan we eten, want we hebben honger. En het is avondtijd. En dan ga je avond eten. Ga maar kijken, Jury. Dit is gewoon een dikke product placement van Ubisoft. Wat gaan we eten, Jury? Ik was Snitzel. Weer wat plan is. Echte Snitzel. Je hebt gisteren pizza gegeten. Jij bent helemaal gisteren pizza gegeten. Wat? Ik heb Snitzel. Gekke jongen, hij loopt niet door. Hij is gek, hij weet niet. Oh nee, wat heb ik lange benen? Dit is helemaal niet handig. Dit is het snoertje, het kabeltje van de camera. Wat heb ik lange benen? Benen, Timo. Mijn benen zijn langer, kijk man. Je past niet eens op beeld, man. Wat heeft Timo lange benen? Zo, we volgen die lange benen eens even naar de grond. Brillenpot. Oei. Mannen filmen. Ik film de mannen. Wie is dat? Wie is dat? Dat is geen man. Ik weet het niet, dat is geen man in ieder geval, nee. Dit wel, man. Hoe zoom ik in met dit ding? Ik heb geen idee, dit is niet eens mijn camera. Zoom in, snel! Ik weet niet wie inzoomt. Spoedig! Zitten zoomen. Oh, ik maak alles kapot. Hij sterpt wel. Je ziet er goed uit vandaag, Timo. Hij scherpt wel stel in, hè? Ja, op je hoofd. Hij scherpt wel stel in. Op je hoofd. Dankjewel. 2K Games.
2K. Ik wilde inzoomen op die man op die stoel, maar dat mag niet. Hij moet het naar 4K veranderen, dat is een resolutie. Abonneer op mijn kanaal. Ik ga de man op de stoel filmen met mijn camera. Die kan wel inzoomen. Ja, en dat is terug te zien in mijn vlog. Ja, ik zou het zeker checken en even liken. En ik ga even naar de wc. Wat? Ga die lange beentjes. Eten in Keulen, yay! Yeah. Met iemand van Twitch of zo. Ik weet niet, maar lange arm is om dit te laten zien. Twitch. Yes. Oh, subscribe, yeah. Subscribe. Yeah. I'm streaming right now. I'm live. Hallo man. Laat je die te zien. Meer views. Ik weet het, dat het serieus is, dames en heren, maar er is gewoon serieus een vrouwenparkeerplaats. En ons bus staat daar. Yolo. Jordi, kan je het aan of niet? Nee, ik weet het niet. Ik ben ook wel van. Jordi eet normaal gesproken nooit. Zo afgelopen Gamescom heeft hij nooit gegeten en nu heeft hij gewoon een sneeze van 3 meter geworden. Jordi's maag is dit. Ja, zo'n hartje. Dat ben ik. Heel klein hartje. Zo, we hebben hem op, dames en heren. We gaan nu nog een drankje doen. Jordi is dronken. Jordi is dronken, dames en heren. Hij is fucking drunk. Rick, wat heb je? Ja, wat heb ik niet? Er is in een bar en voor 5 euro dan maken ze gewoon een cocktail helemaal waar je zin in hebt. Die man die kan gigantisch veel cocktails maken. Ik zei, doe maar wat fruitigs, fris, zoet. En er zit echt alles in. Er zit een roze bottle in. Ga maar hier. Wow. En aardbei en limoen en ananas en nice. Super lekker in ieder geval. Je zou moeten proeven kijken, je mist iets. En ik heb er al een en ik vind hem echt super lekker. Ik wou eigenlijk niet, maar hij heeft zijn drankje even overgehaald en ik vind hem echt lekker. En ik heb er ook een gekregen van Ralf. Ralf, heb je de beste. Je moet echt... Ook al haat ik dat je nu bij Wargaming zit bij Martin Garrix. Wow, hier, proef die van mij. Ik heb dezelfde. Nee, je bent helemaal niet dezelfde. Nee, je niet. Ik ben wel hetzelfde. Is dat hetzelfde? Hebben wij dezelfde bestel, Ralf? Ik heb een cocktail. Ha. Wij hebben Martijn. Precies. Martijn Garrix. We are chilling in the woods here in the bar. We got that boost. Brent, Ricky, Boos. En Anan. En de wangang van Ricky. Yes, we have them boys from the gathering. What's up? We got them Patrick. What's up? En we got them faggot. What's up? En we got another faggot. What's up? Yes, and we're really team faggot. Oh. Please, hold that faggot. Jordi is achteraan, we spelen de buitenste zwerver aan het dansen. Nee, hij is wel fucking. Het is wel een nationalistische zwerver. Oh, mijn camera is goed. Dag meneer. Hey, jongens, vertel even wat ik net gedaan heb. Ja, je hebt je camera voor de derde keer laten liggen, mocht dat ook, maar ik had een legendarische actie. Hebben we dit voor deze vlog? Oh, die chicks hebben een kaartje gekregen. Ah, doei! Kijk, dit zijn de chicks. Daar staan ze. Die waren op een gegeven moment met Rick en Jordi aan het praten en toen heb ik even een visitekaartje gegeven. Dacht ik van, als ze willen bellen, dan kun je gewoon kun je bitch komen chillen. Als je bitch wil bellen, geen probleem. Pak dan een kaartje. Had je niet beter een kaartje kunnen vragen. Rick, we zijn weer thuis. Hoe laat is het? Tijdens het slapen. Tijdens het slapen, dames en heren. 3 uur of zo? Het is nog geen 3:30. Het is 3:45. Wat? Morgen moeten we om 9 uur weer op. Man, ik ben moe. Dames en heren, deze vlog is niet op tijd online gekomen. Sorry daarvoor, dat komt omdat ik geen tijd had om te editen. Dus dan komt hij hopelijk een dag later of een 2 dagen later. Of nooit. We zullen het niet weten, tenminste niet op dit moment. Jullie weten het wel als die online is. Bedankt voor het kijken naar deze tweede aflevering van Am Keulen. Vergeet niet te liken en natuurlijk te abonneren op dit kanaal. En zien we de volgende keer weer met dag 3. Jordi? Nee, we zoeken het spelletje en we zijn de hele alfabet al af. Doei jongens, tot de volgende keer.